Goeiedag, ja deze ochtend viel er weer wat regendruppels en daar kan je toch ook best leuke plaatjes mee maken zoals hier goed is te zien. De buitjes trokken naar het oosten weg en vanmiddag was het eigenlijk op de meeste plaatsen gewoon droog met flinke zonnige perioden. Die stapelwolkjes die werden ook geleidelijk aan steeds platter. Morgen ziet het weerbeeld er toch wel anders uit. Want dan krijgen we in de loop van de dag te maken met veel bewolking. En kan er ook af en toe wat regen of motregen vallen. In de avond, vanavond, is dat niet het geval. Veel zon dan nog, maar vanuit het zuidwesten in de nacht en ochtend dus toenemende bewolking. En u ziet het, er kan ook wat regen of motregen vallen. Ik gaf het al aan. Op zaterdag passeert er een buienstoring, die trekt naar het oosten weg. In de middag zijn er dan flinke zonnige perioden. En ook in de avond blijft het dan droog. Ja, temperaturen zijn wel nog steeds aan de magere kant voor de tijd van het jaar. Vanavond is het ook toch wel wat aan de frisse kant. Zeker met die wind er ook bij, 15, 16 graden. Maar wel veel zon uit de wind is het dus best heel aangenaam. En u kunt ook bij wijze van spreken gerust de barbecue aansteken. Want neerslag verwacht ik niet. Heel misschien dat er in het noorden een enkel buitje valt. Maar dat stelt niet veel voor. Ook vannacht zou dat kunnen. In het noorden misschien nog een buitje. Verder droog weer. Temperatuur in het binnenland rond de 11 graden. En een matige zuidwestenwind. En dan zien we ook vanuit het zuidwesten... Geleidelijk aan de bewolking toenemen. Dat betekent vrijdagmiddag dat we toch wel veel bewolking in het land hebben. In de ochtend misschien nog wel wat zon ook in het noorden. Uit die bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 tot 20 graden. Die neerslagband die trekt langzaam wat meer naar het noorden toe. Zaterdagochtend, dan passeert dus die buienstoring. Maar in de middag klaart het op vanuit het westen. De temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 18 tot 21 graden. Er staat zaterdag wel veel wind, matig tot krachtig. Ook vlagerig. Bovenland kan de wind zelfs af en toe vrij krachtig zijn. Ik sluit dat zeker niet uit in de middag. En zondag, nou, dat is een grotendeels droge dag, hoewel een enkele bui. Wel kan overtrekken. Temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het op veel plaatsen ook nog wel 1 of 2 graadjes warmer. Ja, dan zijn er toch best wel veel mensen die ook weer op zoek zijn naar zomerse warmte. Wat kan ik u daarover vertellen? Nou, ik kan u de pluim voor zomerse warmte en tropische warmte laten zien. En dan zien we dat voor het midden van het land er in de loop van volgende week een kleine kans is op 25 graden. Want dan spreken we van zomerse warmte. Tropische warmte, dat is absoluut niet aan de orde. Dan moet het 30 graden gaan worden. In het zuidoosten van het land is de temperatuurverwachting wel iets hoger en dan zien we ook dat de kans op 25 graden vanaf dinsdag ja, zo rond de 50 procent is. Overigens is het geen stabiel zomerweer wat er aan gaat komen. Het blijft enigszins toch wel wisselvallig. Dat betekent dat we die stapelwolken blijven zien en zo af en toe kan er ook dan een stevige bui vallen. Maar zonnige uurtjes die zijn er ook zeker. Nog een fijne dag.